Ja, we zitten hier met een vrij breed gezelschap. Ik zou eigenlijk eerst even willen vragen wie er regelmatig of vaak met de persleidingen te maken heeft. Een paar handen omhoog. Ah, 10%, dat is weinig mensen, dat had ik al wel verwacht. Wanneer werkt dit? Ja. En er zijn wel meer mensen die ook met, denk ik, een aantal mensen dat met asset management te maken heeft, is denk ik groter, of niet? Want dit houdt daar wel nadrukkelijk verband mee, zoals jullie in de vorige presentatie hebben gezien. Hè. Het gaat in het asset management over de driehoek kosten, prestaties en risico's. Nou ja, prestatieindicatoren hebben daar dus uiteraard mee te maken. Wie houdt zich met asset management bezig? Dan hebben we een beetje een beeld. Ook niet zoveel eigenlijk. Oh, ik had meer gedacht. Dan de volgende vraag. Waar denkt u aan als u denkt aan prestatieindicatoren? Of prestatieindicatoren voor persleidingen? Roep maar wat. Waar denkt u aan? Wat zou dat allemaal kunnen omvatten? Capaciteit hoor ik. Ja, nog meer? Energieverbruik hoor ik hier. Broeikasgassen. Nou, dat is een interessante, inderdaad. De asset management meneer zegt meteen kosten, inderdaad. Kosten waarvan? Totale kosten. Of onderhoudkosten. Ja, oké. Nog andere dingen? Calamiteiten, ja, risico's, ja, precies. Filevorming, stankvorming. Filevorming, stankvorming. Je kan op allerlei fronten kan je inderdaad prestatieindicatoren definiëren. Ik had er al een paar antwoorden gegokt. Ik had gedacht ook wel dat mensen een benchmark meteen zouden roepen, maar dat is nog even niet gebeurd. Maar wel energierekeningen, energiekosten, specifiek energieverbruik. Onderhoudskosten werd al genoemd inderdaad. En de beschikbaarheid is ook niet genoemd, maar wel andere risico's. Nou, hoe goed functioneert het transportsysteem? Dat is uiteindelijk de centrale vraag. En dan kun je op allerlei fronten beantwoorden. Waar wij in dit project op hebben gefocust is de primaire functie van het transportsysteem. Dus dat is het transporteren van afvalwater. En eigenlijk kun je heel veel onderwerpen zoals de energiekosten en de onderhoudskosten, die kun je allemaal, zijn eigenlijk prestatieindicatoren die je kunt relateren aan het primaire functioneren van zo'n, een primaire proces van zo'n transportsysteem. Dus vandaar dat we daar de focus op hebben gelegd. Wat is de primaire functie, of het hydraulisch transport van het afvalwater. Nou, om dat in prestatieindicatoren vast te leggen, hebben we een aantal zaken nodig. En uiteindelijk valt het best wel mee wat je ervoor nodig hebt. Meetdata heb je nodig over de gemalen en de persleidingen. En je hebt ook een referentie nodig voor de prestatie. Hè, om te beoordelen, presteert het systeem nou beter dan verwacht of slechter dan verwacht? Nou ja, meestal heb je een ontwerp van een systeem, dus dat zou al een referentie kunnen vormen. Of een meting als een systeem in gebruik wordt genomen. Het zijn allerlei referenties te verzinnen. Maar goed, ontwerp is wel eentje die altijd beschikbaar is eigenlijk. En daarna moet je nog die meetdata omvormen tot prestatieindicatoren. En uiteindelijk wil je daar een of andere periodieke rapportage van hebben, zodat je permanent inzicht hebt in de toestand van het hele systeem. Dit klinkt allemaal redelijk logisch en recht toe recht aan. En u zou misschien verwachten, omdat maar heel weinig mensen ook echt in persleidingen werken, dat zo'n riedeltje, als hieronder staat wat we nodig hebben, dat het al redelijk in de praktijk uitgewerkt zou zijn. Maar wat is dan de status bij waterschap en gemeente? Als we daarna gaan kijken, dat is de volgende sheet. Zoiets heeft iedereen eigenlijk wel. Een gemalen beheerssysteem of een centrale commandopost. Er zijn allemaal mooie namen voor. Dat bestaat wel. Bijna alle gemalen, of ik denk wel zelfs alle gemalen, zijn gewoon normaal gesproken onbemand en draaien volledig automatisch op een regeling. En het afvalwater komt in veel gevallen gewoon op de zuivering aan. Daar worden er uiteraard ook zaken voor gemeten, real-time gemeten. En het gaat allemaal geheel automatisch en iemand kan gewoon via een internetverbinding daar inzicht in krijgen. Maar die meetdata wordt eigenlijk Nederland breed
En internationaal heb ik iets minder zicht op, moet ik zeggen, op dit vlak. Maar ik denk ook internationaal. Wordt die metadata eigenlijk uitsluitend gebruikt voor primaire sturing van de systemen. Nee, dus pomptoerentallen, kelderpijlen, persdrukken, you name it. Wordt gewoon alleen maar gebruikt voor de sturing en om storingen te melden. En helemaal niet, ik zie daar iemand heel instemmend knikken achter in de zaal. Inderdaad, die zegt dat klopt helemaal. Zo ziet hij eruit tenminste, alsof hij dat wilt zeggen. Maar die wordt dus nog helemaal eigenlijk nergens gebruikt, nergens structureel gebruikt voor prestatieindicatoren en prestatiemonitoring. Dat is eigenlijk zonde. Ja, want de data, op zich de data is gewoon ook daar redelijk direct voor bruikbaar. Maar de crux zit een beetje in dat de verwerking van die metadata, dat is niet helemaal een triviale activiteit. Dus dat is een reden waarom het niet veel nog echt systematisch toegepast wordt. Maar er zit dus wel enorm potentieel in. Het valt in de categorie laaghangend fruit om nou even een keer goed naar de prestatieindicatoren te gaan kijken. Je hebt ook eigenlijk nog steeds een hele strikte scheiding tussen ontwerpafdelingen en beheersafdelingen. Zowel bij gemeentes, die ontwerpen zelf eigenlijk niks voor z'n werk. Ja, misschien de grootste gemeentes wel. Maar die zijn volledig gescheiden van het operationeel beheer. Dat zie je ook bij waterschappen. Dus het enige gegeven wat eigenlijk overgaat als er een gemaal rioolgemaal gebouwd wordt, het enige gegeven wat overgaat van het ontwerp naar de beheerder, is de capaciteit. Dat moet die kunnen doen. Met welk energieverbruik? Onbekend. Welke persdruk daarvoor nodig zou moeten zijn? Allemaal onbekend. Wordt helemaal niet. De beheerder weet daar eigenlijk niks van. Dat is allemaal zonde, want die informatie ligt gewoon op de plank. Maar in feite wordt het, als je een klein beetje een slecht F-punt heeft, heeft een GDK. Maar als die de helft komt, dan hoort die niks. Is dat niet de reden? Ja, er zijn misschien te weinig incentives voor die beheerder om het beheer beter uit te voeren. Ik durf daar geen harde uitspraken over te doen. Ik ben geen manager bij een waterschap of een gemeente en heb ook daar te weinig ervaring mee. Maar goed, financiële prikkels die helpen natuurlijk wel. Ik vind nu ook dat je het wel een beetje erg zwart-wit neerzet. En dat deel ik niet helemaal met je. Nou, je mag het voor mij gerust nuanceren. Ik durf het zo zwart-wit wel te stellen. Ja, dat begrijp ik. Maar er zijn ook plaatsen waar als er in het ontwerp van een gemaal iets moet gebeuren, de beheerder uitdrukkelijk in het hele ontwerptraject wordt meegenomen. Die zit ook in het projectteam. Mm-hmm. En die kan daar op al die mogelijkheden zijn beheereisen inbrengen. En tegenwoordig zit daar energie en dat soort zaken wel in. We hebben al meerjaren afspraken energie. Ja. Dus dat beheer volstrekt gepasseerd wordt door de ontwerp- of bouwafdeling, dat zal ongetwijfeld op plaatsen zo zijn, maar ik ken ook plaatsen waar het helemaal niet zo is. Ja, maar je noemt nu aanpassingen aan gemalen en dan dus ligt het al wat genuanceerd. En dan wordt wel die beheerder vaak meegenomen, maar bij een nieuwbouw zie je het nog heel weinig. En veel minder dan wenselijk zou zijn. Maar de beheerder zit toch in de afname? Sorry? Die beheerder doet toch de afname? Maar die beoordeelt dat die afname wordt toch vooral beoordeeld op de capaciteit wat die gehaald. Kunnen die pompen leveren wat er gewoon qua debiet gevraagd wordt? En of de druk die daarvoor nodig is, of dat inderdaad de druk is die ook in het ontwerpsommetje bepaald is, dat wordt vaak niet op getoetst. Okay. In een afnametest. De meerwaarde van prestatiemonitoring, zeg maar, die is ook niet volledig voor het voetlicht gekomen, denk ik, in het verleden. Maar dan ga ik nu proberen verandering in te brengen. Even iets over verwerking van metadata, dat het niet triviaal is. We hebben in samenwerking met STOA een document opgesteld waarmee waterschappen en gemeentes invulling kunnen gaan geven aan die prestatiemonitoring. Dan kunnen ze zelf dus, er staan allerlei prestatieindicatoren in en hoe je dat rekentechnisch zeg maar uitwerkt en waar je dan verder allemaal aan moet denken om daar bruikbare informatie uit te krijgen. Dus een heleboel aandachtspunten staan daarin. Want als je zonder na te denken prestatieindicatoren probeert uit te rekenen en het een kaal formuletje toepast op de data die uit een gemaal komt, krijg je zo'n plaatje wat er zo uitziet voor
Er staan geloof ik 4 of 5 verschillende prestatieindicatoren in dit grafiekje. Dat wappert alle kanten op. En als je daar dus een beetje verstandiger naar gaat kijken en filtering op toepast, dan kun je eigenlijk al vrij snel, met vrij weinig middelen, een heel stuk betere, veel duidelijker signalen uitkrijgen wat niet meer zo wappert en waar je iets mee kan, hè, waar je een trend op kan loslaten. Dit is een periode van 3 weken en hier hebben we ingezoomd op een aantal dagen. Dus er zit ook wel, een ingezoomd plaatje, maar het wappert niet meer tussen de 0 en de 200%. En dat is wel veel acceptabeler. Dus je kan vrij snel uit ruwe meetdata, als je goede filtering erop toepast, iets van een indicator eruit krijgen die redelijk stabiel is over een korte tijd en waar je dus een trend in kan herkennen. Om te zien of het functioneren hetzelfde blijft of verbeterd of slechter wordt. Wat voor toepassingsmogelijkheden zijn er nu allemaal? Dus dit gaat eigenlijk over de meerwaarde van prestatieindicatoren. We hebben een aantal in dat document een aantal prestatieindicatoren uitgewerkt. Daar is hier gewoon nu geen tijd voor om dat allemaal in detail te laten zien. En daar hebben we een maand of 2 geleden hebben we daar ook een themamiddag over gehouden. Toen zijn er wat meer details aan bod gekomen. Maar u kunt ongetwijfeld binnenkort zo'n document bij STOA downloaden, waar de details van al die prestatieindicatoren in genoemd worden. Dus capaciteit van de systemen werd ook al genoemd als een belangrijke prestatieindicator. Daarmee kijk je wat een pomp of wat een gemaal maximaal nog kan leveren. Dus heel veel gemalen zijn toeren geregeld. Dus die draaien op 70 of 80% van hun ontwerptoerental. Maar je zou eigenlijk uit die reguliere meetdata zou je willen afleiden wat die nog zou kunnen leveren als die zware bui eraan komt. Dus als die op 100% van zijn toerental gaat draaien. Dus daarvoor moet je die meetdata bij gezapige bedrijfsvoering, zeg ik maar even, moet je kunnen opschalen naar de maximale capaciteit die je kan halen. Dat is wat deze prestatieindicator doet. Daarmee kun je monitoren hoe het met de afvoerverplichting zit, of je die nog kan halen. Als die capaciteit omlaag gaat, dan ga je misschien de overstortvolumes zien toenemen na buien. Dus je kan overstortvolumes ook hiermee meer beheersen. En uiteindelijk onnodig overstorten ook gewoon compleet voorkomen. Er is ook een prestatieindicator die specifiek kijkt naar leidingweerstand. Hè, of er bijvoorbeeld luchtinsluitingen aan het ophopen zijn in dalende benen van persleidingen. Dat is een ander onderwerp waar ik nog een paar uur over kan praten, maar dat doen we nu maar niet. Of dat er misschien sedimentatie in die persleiding optreedt. Dat zou je eigenlijk in een vroeg stadium willen onderkennen. Daarvoor moet je wel eigenlijk altijd de persdruk meten, maar die wordt in heel veel gemalen ook al standaardmatig gemeten. Dus dat is een doelstelling, monitoring van de luchtophopingen, herkennen van luchtophopingen en eventueel aantasting van leiding, want die daar een gevolg van is. Het geeft in ieder geval een trigger, zo'n prestatieindicator, geeft een trigger van, er is nu wel veel luchtophoping, we moeten misschien een mannetje het veld insturen om die persleiding te gaan ontluchten. In plaats van dat het mannetje elke maand of elke 2 maanden of elk jaar al die persleidingen afloopt. Dus je kan ook overgaan van periodiek onderhoud naar meer toestandsgedreven onderhoud. Omdat je toestand van het systeem gewoon veel beter in de vingers hebt. Deze is een van mijn laatste sheets volgens mij. Omdat je al op gaat staan. Vergelijkbare prestatieindicatoren kun je afleiden voor het functioneren van de pompen zelf. Dus niet naar het hele systeem, maar kijk je alleen sec naar de pompen. En dan kun je dus ook ingrijpen voordat die pomp in storing gaat vallen. Een voor de hand liggende is het specifiek energieverbruik. Hoeveel kilowattuur per kuub gebruik ik nou? Dat is vooral een handige als je regelingen gaat veranderen. Levert nou een regeling een verbetering of een verslechtering van mijn totale energieverbruik op? In Almere hebben ze even een weekje proef gedraaid. Met een vast toerental regeling. Dus een pomp die eigenlijk toeren geregeld is, hebben ze gewoon een week even op een vast toerental gezet. Energieverbruik ging 14% omhoog in die periode. En dat specifieke energieverbruik. Dus ze weten zo meteen 14% besparing alleen maar door de toerenregeling te activeren. Dat is handig, dat soort informatie. En je kan ook nog eens een keer alle uitgangspunten
alle ontwerpuitgangspunten en leiding, ruwheden, piekfactoren voor je DWA-patroon. Die kan je allemaal toetsen of die inderdaad in de praktijk ook gehaald worden en eventueel aanpassingen op uitvoeren. Dat je gewoon voor een aanpassing aan het systeem de echte praktijkinformatie kan gebruiken in plaats van de ontwerpwaarde uit een leidraad. Want elk systeem is toch weer uniek. En waarom zou je die extra informatie niet gebruiken die je toch in de loop van de tijd verzamelt? En dat soort DWA-patronen worden ook eigenlijk bijna nergens systematisch afgeleid uit de reguliere metdata. Terwijl alle metdata om deze prestatieindicatoren af te leiden zijn eigenlijk bijna overal beschikbaar. Dus het is zonde dat dat eigenlijk niet gedaan wordt. Nou, de status van het STOA-project is als volgt. We hebben nu een werkdocument wat min of meer een functioneel ontwerp is voor prestatieindicatoren van afvalwaterpersleidingen. Er staat dus een overzicht in, een technische beschrijving van die indicatoren. En waar je allemaal aan moet denken als je die ruwe meetdata wil vertalen naar die prestatieindicatoren. Dat is allemaal interpretatieaspecten. In de nabije toekomst willen we eigenlijk wel bij een gemeente of bij een waterschap dat in een soort proeftuin helemaal uitwerken. Zodat voor iedereen die meerwaarde ook echt duidelijk aantoonbaar wordt. Daarover zijn we nog in gesprek met STOA en Rionet. Dus ik weet niet of Ton daar nog meer over kan of wil zeggen. Op dit moment misschien niet. Wij moeten in gesprek. Wij moeten in gesprek gaan, inderdaad. Dat doen we dus. Je moet meer bereikbaar zijn. Dat gaan we doen. Sorry? Je moet wat meer bereikbaar zijn. Oh ja, dat zal ik proberen. Ik ben net terug van 3 weken vakantie. Dus de afgelopen week was het lastig, inderdaad. Daarnaast maak ik toch nog even reclame. Want er staat ook iets in over prestatieindicatoren voor het handboek ontwerp en beheer van afvalwaterpersleidingen. Dat gaat niet alleen maar over prestatieindicatoren, maar over het heel complete ontwerp en operationeel beheer van persleidingen. Daar is heel recent weer een update op onze website beschikbaar gemaakt, op de wikipagina. kapwat.deltaris.nl heet die site, kun je gewoon gratis PDF downloaden. En die komt binnenkort als STOA-publicatie ook hardcopy beschikbaar. Samenvattend. En prestatiemonitoring is een essentieel onderdeel van asset management, maar dat wist u al uit de vorige presentatie. Ik had dit niet afgestemd met de vorige spreker overigens. En hier heb ik even de meerwaarde samengevat. Kunt u het allemaal nog even rustig in de handouts nalezen. Zijn er vragen? Ja. Dankjewel.